Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Deze keer ga ik deze bullet journal van de Action reviewen. Het is een dupe van de Blackout Journal van Archer & Olive, dus helemaal zwart papier. En ze hadden deze vier verschillende designs liggen in de winkel. Wat me al gelijk opviel is dat alleen er een print zat op de voorkant van de pagina. En verder rest heeft het een beetje dezelfde uitstraling als de eerdere bullet journals die al eerder uit zijn gegeven bij de Action. Eén plus wel wat de anderen niet hadden is dat deze een penloop heeft aan de zijkant. En daar was ik vooral heel blij mee de eerste keer dat ik het zag in de winkel. Ik heb gekozen voor deze oud roze tint met gouden details op de kaft. Ik weet niet, deze sprak me gewoon echt het beste aan. Zoals je ziet, ik struggle een beetje met hier het standaard boekje eruit te halen. Deze had ik zo goed vastgelijmd dat ook echt de binnenkant ermee afging. Maar ja, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Want dan ga ik je de prijs vertellen. Dit boekje is namelijk maar €1,99. It's a steal, zoals ze dat dan zeggen. Tijd om even papier te vergelijken. Nou ja, allereerst deze dotted pagina's vallen heel veel meer op. Het zijn echt hele, ja, velgekleur zou ik het ook weer noemen, maar echt gewoon hele duidelijke lichtgrijze puntjes op de pagina. Dus het is wel iets waar je van moet houden, ja of nee, of je het fijn vindt. Als we nou de Archer & Olive Journal erbij halen, en zeker hier op beeld kun je al zien dat ze echt gewoon haast niet zichtbaar zijn. Dus daar zit wel echt een groot verschil in. Daarnaast is het papier in deze journals 90 gram, 80 gram, ongeveer een beetje het standaard printpapier. Dus het is ook een beetje een vraag van hoeveel geeft het mee? Hoeveel kun je erop doen en hoeveel kan het hebben? Daarnaast heeft de journal zelf qua formaat eigenlijk hetzelfde formaat als de Archer & Olive Journal. Dus daar ben ik wel blij mee. Ook deze heeft een elastiekje eromheen zitten en dus een penloop, wat ik persoonlijk altijd heel fijn vind. En stel je hebt zoiets van, ik vind een Blackout Journal op zich wel leuk, maar ik vind het vooral interessant om een keer te gebruiken in mijn normale journal. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een van de main reasons dat ik deze heb meegenomen. Ik hou er wel van om af en toe te variëren in mijn eigen journal. En hier kan ik gewoon gemakkelijk pagina's uithalen die al dotted zijn, waardoor ik dus gemakkelijk hetzelfde door kan gebruiken. En ja, gewoon super handig. En zeker voor die prijs. Het enige wat deze journal trouwens weer niet heeft, is een vakje aan de achterkant. En zoals ik al eerder zei, de achterkant zelf van de journal is helemaal leeg van patronen. Maar ook dat vind ik niet per se storend. Gaan we nou eventjes allerlei verschillende mediums testen op het papier. Ik heb hier deze metallic waterverf van de Action die ik er als eerste even bij pak. En gewoon om te kijken ten eerste hoe de kleuren overkomen. En natuurlijk ook om te kijken hoe het papier reageert erop. Daarnaast gebruik ik ook deze plakkaatverf. Metallic markers gewoon. Glittermarkers en paintmarkers. En dan de goedkope Action versie en de duurdere van Posca. Gewoon puur om te kijken, want alle verschillende mediums geven een ander soort, ja, hoeveelheid inkt af. Dus gewoon even kijken hoe het papier op reageert. Terwijl ik sowieso met de verf bezig ben, merk ik al gelijk dat het papier zelf heel erg begint te bobbelen. En heel erg begint mee te geven. En dat ik echt op moet passen met de dikte. Hoeveel ik erop doe. Want als ik te veel lagen eroverheen zou doen, weet ik bijna zeker dat het papier enigszins zal gaan rullen. Tijd om even te gaan kijken hoe het papier heeft gereageerd. En inderdaad, hier aan de achterkant van het papier kun je al bijna direct zien dat het wat gebobbeld heeft. Tijd om even een little closer te kijken. Het papier zelf viel op zich mee. Ging iets minder rul als ik had verwacht. Maar zoals je hier al ziet aan de achterkant, is het wel echt extreem zichtbaar waar er verf op is gekomen. De paintmarkers daarentegen, die waren iets minder, maar ook bij die waren bij sommige heel erg duidelijk zichtbare hokjes te zien van waar ik allemaal verf had aangebracht. Al met al vind ik het een leuke journal en het is vooral ook een journal die leuk is voor de bij te hebben. En zeker ook als je af en toe een keer een zwarte spread wil toepassen, raad ik dit boekje absoluut aan. Wil je dit echt als fulltime journal gebruiken, hou er dan alleen rekening mee dat bepaalde mediums niet slim zijn hierin te gebruiken.
dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, je kan vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!